Op dit moment ziet het strandje bij de Ooypoort er weer schoon uit. Maar van het weekend, toen het strand druk bezocht werd, was het behoorlijk vervuild. Staatsbosbeheer laat weten dat afvalbakken geen optie zijn. De dieren die zich op deze plek begeven, zouden ze waarschijnlijk omduwen en eruit eten. Volgens boswachter Tijmen van Heerlip is de oplossing voor het probleem dat iedereen zijn eigen afval mee terugneemt. Zoals iedereen weet, hoort afval niet thuis in de natuur. En zou ik graag zien dat de natuur gewoon helemaal mooi schoon is. Maar ik zou wel heel graag een oproep willen doen aan alle kijkers. Van, neem nou gewoon de moeite om het afval even mee terug te nemen naar huis. Want je neemt wel de moeite om het vol mee te nemen hierheen. En hoe makkelijk is het dan om het gewoon ook even mee terug te nemen? Nou, wij zijn met veel partijen in gesprek. Met Rijkswaterstaat, hè, één beheerder, de gemeente. Maar ook met Frineetje, de kuddebeheerder van onder andere de dieren. Om gewoon vinger aan de pols te houden van wat vinden we nou van elkaar hiervan, van deze problematiek die ontstaat. En hoe kunnen we komen tot een gezamenlijke oplossing? Want het zou jammer zijn als één partij hiervoor verantwoordelijk is, terwijl eigenlijk gewoon de bal ligt bij de recreant zelf. Nou ja, dieren zijn nieuwsgierig van aard, dus die gaan snuffelen aan het afval, nemen er af en toe eens een hap in. Over het algemeen kan hun darmstelsel dat nog wel aan, een klein hapje plastic. Maar ga even uit van al die kapotte glasscherven die op het strand liggen. Ja, als zo'n paard of een rund daarin stapt, net zo erg dan dat er een mens instapt, maar dat moeten we gewoon niet willen. Je komt hier omdat de natuur zo prachtig is, de temperatuur lekker is en je verkoeling kan zoeken in het water, dicht bij de stad. Ja, hou dat dan lekker schoon, want dan kunnen er veel meer mensen van genieten. Dus mijn boodschap is gewoon, de spullen die je meeneemt, neem ze even mee. Veel groot plezier voor al die recreanten die hier komen en voor de dieren. En ook een beetje voor mij.